meisjes, super leuk dat jullie kijken naar alweer een nieuwe vlog. Mijn naam is Alwin Maas. Hoe gaat het allemaal met jullie? Met mij gaat het in ieder geval super goed. Maar voordat ik de vlog wil beginnen, wil ik jullie allemaal heel fijne feestdagen wensen. En natuurlijk ook een heel fijn nieuwjaar. Met heel veel liefde, met heel veel succes, met heel veel weet ik veel wat je maar wilt wensen. En natuurlijk met heel veel cadeautjes, want dat is toch waar de mensen het voor doen. Serieus, ik heb echt een lelijk shirtje aan, wat je maar kan bedenken. Gewoon een trainingsshirt van Patrick. Wat is mis met mij, holy shit. Dat is love, man. Je zet nu vier dingen voor de squad. Dat is love, man. Ik ben love, man. Oh, ik wil je trouwens nog wat laten zien. Voor de meisjes die kijken, ik weet niet of jullie op hakken lopen, maar dit is wel echt wel een speciale uitzondering. Holy shit. Ik snap niet dat meisjes hier kunnen oplopen. En als ik deze zou aandoen, dan zou ik gewoon niet door de deur kunnen. Want deze is gewoon volgens mij 12 centimeter. Holy shit, dan ben ik 2 meter 10. Holy shit, Roland, dan ben ik 2 meter 10. Met deze bad boys. What the fuck? Ik zet hem snel weer terug. Dadelijk als ik die voet zal breken, mijn moeder vergeet me dat nooit. Dus ik zet hem gauw weer terug. Weet je trouwens hoe handig deze schoenen zijn? Of gewoon crocs eigenlijk? Oh joh, kijk wat je doet, gek! Besef even dat Ronald ook een rap wil maken, hè? Besef, deze jongen hier, wil een rap gaan maken. Oh, trouwens, wat ik je nog vergeten te vertellen was, jongens. Ik was gisteren bij Sandy, mijn goede vriend, om een tekst op te nemen van mijn parodie van, wat is het nou? Drag Me Down van One Direction. Ik moet jullie vertellen, de tekst is super goed gelukt. En ik ga de videoclip binnenkomen met Ronald ook shooten op een verlaten, zeg het eens. Zeg het, vliegveld, verlaten vliegveld gewoon. Oh mijn god, dus abonneer snel. Als je nou vrienden hebt die nog niet geabonneerd zijn, doe het snel, want bij 500 abonnees ga ik die video online gooien. Plus, ik ga ook nog een heel speciale challenge doen. Nou, niet echt een challenge, maar gewoon een special video bij 500 abonnees. Dus abonneer snel, laat je vrienden abonneren, laat je oma abonneren, laat je hond abonneren, laat je weet ik van wat abonneren, want bij 500 gaan we iets supers gek zo, iets supers illegaals wat niet mag. Maar ik ga het voor jullie doen. En nu ga ik me douchen. Ik ga even mijn mond dicht houden. Ik check jullie dadelijk weer gewoon het volgende fragment eigenlijk. Maar dan zie ik een beetje beter uit. Want nu is het een beetje onverzorgd en zo. Ik heb trouwens volgens mij hier echt een verschrikkelijke puist zitten. Ik kan het zelf niet zien. Maar jullie misschien wel. Hier volgens mij bij mijn wenkbrauw. Dadelijk even uitknijpen. Maar puist is echt niet leuk. Nee, ik vind het niet leuk. Stomme puisten. Ga weg. Net alsof ze echt serieus gaan weggaan als ik dat ga zeggen. What the fuck. Maar in ieder geval, genoeg geluld. Ik ga me nu douchen. Wat ik al zo vaak gezegd heb. Ik sta nu nog steeds te vloggen. Ik ga me nu douchen, even aankleden. En dan check ik jullie zometeen weer. Wat gewoon het volgende fragment is. Wat voor jullie maar 2 seconden duurt. En voor mij, ik denk ongeveer een half uurtje. Want Alwin doet altijd heel rustig aan als je een douche is. En gewoon haartjes. Het is trouwens dringend nodig. Holy shit. Maar dan check ik jullie zo weer. Ik loop half naakt door huis, zoekende naar kleren voor eindelijk te gaan voetballen. Want ik ga weer een nieuwe video opnemen samen met Roland van Aron voor Mr. FC Voetbal. De muziek staat zo fucking hard dat ik niet eens met jullie kan praten. In ieder geval, ik heb bijna 2000 abonnees en dat klinkt zo verschrikkelijk mooi. Als je nou nog niet geabonneerd, je kan altijd kijken in de beschrijving voor het linkje om te abonneren. Dat is natuurlijk volledig vrij, je hoeft het niet te doen. Maar in ieder geval, wij gaan nu nog een keer opnemen. We gaan naar Lommel heen. We gaan naar Lommel toe, bedoel ik. En ik ga nu kleren zoeken, want ik ga niet zo rond blijven lopen. Hier ben ik weer met een gloednieuw deel van mijn vlog. We waren net op het veld in Lommel, maar de sessie was niet echt verlopen zoals we het houden. We hebben wel wat Friese opgenomen trouwens, wat waarschijnlijk wel in de video komt. Die video ga ik nog bewerken. Maar ik wil jullie trouwens wat leuk vertellen, want mijn moeder heeft namelijk gewoon Instagram. Eindelijk na 2 eeuwen heeft mijn moeder eindelijk Instagram. Het leuke is wel dat ze niet weet hoe het werkt.
Dus ik zit daar een beetje te helpen en zo. Dus als je je nou geroepen voelt om mijn moeder te volgen. En het klinkt zo raar om dit te vertellen. Je kan in de beschrijving even kijken hoe mijn moeder heet, Katinka Snijders. En dan kan je haar vinden op Instagram. Dus als je haar wilt volgen, ze heeft trouwens wel heel leuke foto's van mij, van Aro en van Roland. Maar ook van haarzelf. Bruh. Nooit gedacht dat ik mijn eigen moeder zou promoten op een video. What the fuck? Ik vind het eigenlijk heel raar. Maar wel leuk dat ze met de tijd meegaat. Dat vind ik allemaal wel leuk. Want er zijn ook genoeg moeders die Instagram niet hebben. En dat snap ik ook wel. Ik ga niemand beoordelen nu. Maar ik vind het wel leuk dat mijn moeder met de tijd meegaat. En dat ze gewoon Instagram aanmaakt. Dat vind ik echt wel een duimpje omhoog waard. Jullie niet? Ondertussen ben ik even teruggekomen onder een stukje te vloggen. Zoals je kan zien, ik ben net uit bad gekomen. Je kan het misschien wel zien aan mijn haar, je kan het zien aan mijn gezicht. Ik zie er niet uit. In ieder geval, wat ik jullie nog wil vertellen trouwens. Ik ben al heel lange tijd met mijn Canon 1200D aan het filmen. En het was wel eens tijd voor mij om eens te wisselen van camera. En ik ga nu niet zeggen dat ik volgende vlog ga wisselen met camera, nee. Maar wat ik wil gaan doen is in de loop van het jaar, 2016, en het jaar is heel lang, maar ik hoop dat het niet lang gaat duren, met een andere camera gaan halen. En ik wou de Canon G7X gaan halen. Je kent misschien die camera wel met het verwisselbare scherm. Ja, gewoon dat het scherm boven jou zit, dat je jezelf kan zien als je een vlog bent. Nu zie ik mezelf niet, dus dat is wel redelijk irritant. We riemen met de roeien die je hebt. Wauw, zeg ik dat serieus nou? Ik bedoel dus gewoon, we roeien met de riemen die we hebben. Dat bedoelde ik en niet wat ik net zei. Faaltje. Mooie uitspraak alweer. Ja, dus dat wou ik eigenlijk gaan doen. Omdat ik vind dat de kwaliteit soms met deze camera super goed is. En soms ook echt te menen slecht. Dat je echt denkt van nee, dit moet er niet in. Maar soms ben je dan aan het vloggen en dan moet je dat deel wel gebruiken. Want anders spring je van de hak op de tak. Weet je wel, ik zeg dan leuke kerstboom bijvoorbeeld. En dan ga ik gelijk over van ja, nu ga ik dit doen. Ik wil altijd als ik een vlog maak een heel mooi geheel hebben. En dan zal je denken van nee, dat lukt toch niet alweer. Het kan zo goed zijn. Als je vindt dat ik nog beter kan leren, geef me tips. Je kan altijd tips gebruiken. Ik vind het super leuk dat jullie eerlijk met mij zijn. En ik kan ook natuurlijk van jullie leren. Jullie zijn mijn kijkers, jullie zien mij nou. En jullie kunnen zeggen van kijk, oh, dit moet je beter doen of dat moet je beter doen. Je moet bepaalde dingen minder zeggen of je moet bepaalde dingen meer zeggen. Maar in ieder geval, ik vind het super hoe jullie mij steunen. Echt serieus. Dat meen ik echt uit de grond, uit de grond van mijn hart. En ik sta nu, als het goed heb, ik heb nog niet gekeken. Laatst dat ik gekeken heb, stond ik op 337. Dat is echt niet normaal sick. Oh, en om het niet te vergeten, wil ik even een shout-out doen naar Sayan Ashananoglu. Als ik het goed uitspreek, sorry daarvoor, maatje. Maar jij steunt me echt supergoed. Echt dikke vette shout-out naar jou. Dikke vette peace, om het zo even te noemen. Als ik je een keer zie, ga ik een stuk met jou vloggen. Zeker weten. Wat een baas is deze man. Serieus. Als een baas. Box. Bruh. Maar begrijp me niet verkeerd natuurlijk. Er zijn genoeg mensen die mij steunen in het maken van mijn video's. En ik wil jullie allemaal serieus een dikke vette shout-out geven. Jullie zijn echt gewoon awesome. Oh mijn god, wisten jullie trouwens, omdat ik net even de hik kreeg, moest ik het even vertellen. Wisten jullie trouwens dat je als je de hik krijgt groter wordt? Serieus, een leerkracht van mij toen ik nog heel klein was, die zei tegen mij: Alwin, als je de hik krijgt, dan word je groter. En ik zo, mevrouw, ik ben al bijna 2 meter. En dan zou je denken, nee Alwin, dat kan niet, want toen was je nog kleiner. En ik zal jullie vertellen, heel eerlijk, toen ik klein was, was ik overal al de grootste. Ik ben al gewend om de grootste te zijn overal. En als er mensen zijn, of jullie weten nog mensen die langer zijn dan mij, doe het even in de comments reageren. Want ik wil wel eens weten wie langer is dan mij. Of ben ik de langste die je kent? Heel eerlijk. Even reageren. Ben ik de grootste persoon die je kent? Of ken je nog iemand anders? Wat ik trouwens nog wel zeggen, voordat ik echt helemaal bijbel af heb gerond. Je kan me altijd volgen op Snapchat. Stel je voor, je hebt nou mijn vlog gezien en je wilt echt mij op de voet volgen. Snapchat mij, alwin.com, ik zal het hier ergens in beeld doen. Of hieronder in de beschrijving. En dan kan je mij gewoon een snap sturen over wat dan ook. Ik krijg trouwens een berichtje binnen. Oh, mijn telefoon is ook maar 1%. Godverdomme. Ondertussen heb ik nog een glaasje water genomen om even, zeg maar, de vlog af te sluiten. Ik wil jullie in ieder geval super hard bedanken voor het bekijken van deze vlog. Als je het nou leuk vindt, even een duimpje omhoog doen en abonneren als je nieuw bent. En dan check ik jullie zoals gewoonlijk bij de volgende vlog. De volgende vlog wordt trouwens super leuk. Ik ga morgen met Mick Spek en Roan Sonneveel een clip shooten voor Mick. En ik ga er weer bij zijn. Super, ik ga jullie meenemen in mijn avontuur. Abonneer natuurlijk snel, want bij de 500 abonnees trouwens, jongens en meisjes, zoals ik al zei, gaat er iets super geniaals gebeuren. En ik ga stoppen met praten. Heel leuke avond nog. Ik ga slapen trouwens, want het is 11:30. Ik ga mijn glaasje water opdrinken. Zo, op mijn camera. In ieder geval, heel leuke dag nog. En ik zie jullie morgen om 5:30 weer bij een gloednieuwe vlog. Als een maas, beast mode, out.
Oh,